De wijk Bouwlust gaat haar eigen grond maken. Dat kan door het nieuwe GFT-punt dat gisteren werd geopend in Moestuin de Grondige Vlinders. En hierbij is hij officieel geopend. De compostbakkers die het project begeleiden gaven een workshop composteren. Maar daarvoor moesten wel groente, fruit en tuinafval zijn. En dat haalden ze op met een ponycar. Bij scholen, bij winkels, bij horeca. En lukt dat al een beetje of heeft niemand schillen voor jullie in de aanbieding? Ja, heel wisselend. De een meer dan de ander. Compostgrond maken is eigenlijk heel simpel. Je gooit groente, tuin en fruitafval bij elkaar en laat insecten en wormen hun werk doen. En dan gaan de wormen, insecten, pissebedden, duizendpoten, miljoenpoten, ontzettend veel beesten gaan ermee aan de slag. Die gaan het allemaal verteren. Na al 2 maanden is het van dat je nog herkenbaar groente- en fruitschilletjes hebt, is het al een beetje zoals hier geworden in het tweede deel. En dan is het al een beetje aardig geworden. Na 6 maanden is het genoeg verwerkt om weer terug in de grond te stoppen. En wel in Moestuin de Grondige Vlinders. Ik ben net als een vlinder. Ik ben blij mee omdat dat betekent dat we krijgen een nieuwe grond. Onze grond is 3 jaar geleden in gebruik genomen. De grond is een beetje arm geworden. Dus nu komen weer organische materialen in. Alle bewoners van Bouwlust kunnen hun GFT inleveren bij Moestuin de Grondige Vlinders aan de woonsteden.